Marwan Afakker, beschrijf eens hoe het is om in te vallen en dan twee keer te scoren in de derby bij Rijnsburgse Boys. Ja, nee, natuurlijk is het natuurlijk mooi voor mij. Ik hoopte graag om in te vallen. En dit keer was het een hele snelle invalbeurt. Na 1 minuut kloten voor Suus dat hij dan eruit moet. Maar ja, dan krijg ik te horen dat ik gewoon alles moet geven en het verschil moet maken. En gelukkig heb ik daar mogen bijdragen, aan kunnen leveren. Ja. Hij staat hier naast me met de collega's van de pers te praten. Hij zei net gouden wissel. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Als je met 2 doelpunten het veld afgaat. Met de 3-0 overwinning. Die goals voor degene die ze niet gezien heeft? Die eerste... Ja, Mengering maakte een actie naar binnen in de 16 en ik schoot hem met mijn... Ja, hij kwam niet lekker voor hem, dus ik schoot hem gewoon met mijn linkerbeen de verre hoek in. En de tweede kreeg ik mooi mee van Joe vanuit het middenveld. En de 16 in en was het maar aannemen en niet nadenken. En is het gelijk schieten. Valt gelukkig binnen. Als ik zeg dit was een derby, maar eigenlijk ook weer niet, begrijp je dan wat ik bedoel? Nou ja, ik begrijp waar je op bedoelt, maar het leeft enorm op de club. Het is een beladen wedstrijd. Je zag hoeveel supporters erbij waren vandaag. Maar ik vind gewoon dat het een goede derby was, maar ik snap waar je naartoe wil gaan. Hebben jullie geen boodschap aan, hè? Nee. Nee. Hoe ga jij dit vieren? De supporters hebben, als het goed is, in de kantine van Katwijk, dus hier 5 minuten vandaan, hebben ze een feest georganiseerd en daar gaan we gewoon lekker lopen feesten. Joh. Eén dingetje nog genoten van de cheerleaders? Of ik genoten heb van de cheerleaders? Ja. Ik zag vorig jaar een fragment voorbij lopen dat er een vrouw ergens naakt erbij liep en nu de cheerleaders, ja. Ja, ik heb er niet echt commentaar op, joh. Laat maar lekker lopen, joh. Gefeliciteerd. Dankjewel.